100 jaar geleden is mijn grootvader met zijn zusje begonnen op de Kempernestraat 33 in Oegstgeest. Daar heeft hij een prachtige mooie versslagerij neergezet. Een aantal jaren later kwam mijn vader met zijn broers in het bedrijf. 5 broers heeft hij, waarvan er 4 slager zijn geworden. Mijn vader was eigenlijk de enige nog die dat doorgezet heeft. Mijn vader heeft ook in Oegstgeest, hier op het winkelcentrum Langevoort, heeft hij de mooiste slagerij van Nederland in die tijd neergezet. In dat kleine dorpje Oegstgeest werd de grootste winkel gebouwd. En dat was echt wel wat aan de hand. Vanuit het hele land kwamen de slagers kijken wat er allemaal aan de hand was hier in het Oegstgeest. 2030, ja, dat is wat. Ja, daar zijn we nog eventjes niet aan toe. Maar ik weet zeker dat ook in 2030 ondernemen in Oegstgeest geen enkel probleem zal zijn. Het ligt zeker aan de ondernemer. Wanneer als je ondernemer bent, goed je best doet, zorg dat je je specialiseert. Goed zorgt voor je klanten en zorgt dat je spulletjes er netjes bij staan. Weet ik zeker dat er een geweldige toekomst is. Natuurlijk zijn er bedreigingen. Bedreigingen zijn er altijd. Zo zie ik bijvoorbeeld de internetverkoop, zie ik best wel als een behoorlijke bedreiging voor de zelfstandige ondernemer in een dorp. Maar ook hier weer, die consument wil toch heel graag het directe contact met de ondernemer in een winkel. Die wil de producten kunnen zien, ruiken, in ons geval ook zeker proeven. En het mooie van het dorp waar wij in zitten is, we hebben zo'n prachtige ligging in de Randstad. We hebben aan alle kanten toegangswegen, dus de winkelcentra zijn heel goed te bereiken. We hebben een ongelooflijk mooi pluspunt. Oegstgeest kan je vrij parkeren. En dat is echt wel iets wat in de regio bijna nergens voorkomt. Dus dat is een dingetje, gemeente. Top, hou vol. En dat zijn dingetjes. Het is een groene gemeente, noem het maar op. 2030, kom maar op. Ik ben er niet bang voor en ik weet zeker dat het gaat lukken. Duurzaamheid, circulair, ja, zeer belangrijke onderwerpen momenteel en ook zeker voor de toekomst. Wij als Slagerij van de Zalm zijn daar heel bewust mee bezig. Al onze producten worden gevacuumeerd. Ja, in plastic. Maar dat plastic zorgt ervoor dat het zonder problemen een week houdbaar is, mits gekoeld natuurlijk. Eenzijdige verpakking, er hoeft niet nog een keer papiertje omheen. Product blijft veel langer goed, dus is daardoor veel duurzamer, veel minder waste of food. Vervolgens krijgen onze klanten een prachtig mooie tas wanneer ze de boodschappen gaan doen. Isolatietas waar de producten zo in verpakt kunnen worden. Zonder problemen kunnen ze het meenemen thuis de koelkast in. Dat vind ik een bijdrage aan de verduurzaming van onze wereld. En dat zijn wel hele belangrijke zaken. Dit is hoe Frits van der Zalm naar Oegstgeest en haar toekomst kijkt. Maar wat vindt u? Hoe blijft Oegstgeest een dorp om van te houden? We zijn benieuwd naar uw verhaal. Ga naar doemee.oegstgeest.nl en laat van u horen.